Is dit nou... Zie ik dit goed? Is dit nou de bekende Messi? Jongens, hallo. Hallo. Hebben wij een voetballer hier in het park? Ja, Ongelooflijk. Wat voor een, dat is toch die Argentijn die Nederland en België heeft uitgeschakeld, of niet? Spreekt hij? Oh, dus ik weet niet of hij toch spreekt. Niet? Weet ik niet. Hij is gewoon betrokken misschien wel. Ja. Hij heeft toch die prijs gewonnen die hij niet verdiende? Ik weet niet. Nou, we gaan wat leuks doen in het park. En wat we gaan doen hier na het intro in aflevering 104. Ja! Yeah. Ja! Yeah. Oké, people, let's go to work. En we gaan naar Duckstad toe. En ik zie Scrooge staan, want Duckstad is eigenlijk... Ik zal het gewoon kort uitleggen. Ik heb 4 afleveringen opgenomen zonder microfoon. Jammer dit. Ja, maar ik was zo aan balen en ik had geen zin meer in opnemen. Gisteren hadden zulke leuke afleveringen. En ja, ik zal te weinig niet te veel verklappen, want dat kunnen we dan nog wel laten zien in video's. Maar die video's zijn gewoon weg. En wij zouden dus Duckstad gaan verbouwen naar iets nieuws. We zouden beginnen bij het centrum, bij de grote fontein. En eigenlijk is het gewoon niet van gekomen. Omdat, ja, we hebben het wel opgenomen, maar het is gewoon niet in een... fel. Nou, dus ik zal ongeveer kort omschrijven wat we hebben gedaan. We hebben de fontein weggehaald, zoals je hier ziet. Het is een heel leeg vlak geworden. We hebben de McDonald's opgeknapt aan de zijkanten, de buitenkant, zelfs de ingang hier. We hebben wat huizen weggehaald die aan de zijkant stonden. We hebben lantaarnpaaltjes toegevoegd. De pizzeria is alvast aan het opknappen. Er worden nieuwe winkeltjes geplaatst. Dit gebied is een groot gebouw weggegaan. Hier is Dennis bezig aan een leuk winkelcentrum. Hier heeft Kevin een parkeerplaats gemaakt voor de ziekenhuis. En hier stonden ook allemaal winkeltjes. Dit is allemaal vervangen met gras. En de voorkantjes van de huisjes zijn ook allemaal aan het opknappen. Hier hebben we nog wat gras natuur geplaatst. Hier stonden ook wat huisjes. En dat is makkelijk als je dingen nog weet. Ja. Nou, dit is dus een soort marktkraam. En hier wou Dennis vorige keer wou die bouwen. En toen zei ik, Dennis, we moeten het beter even openlaten. Want kijk, nu heb je een wat overzicht. Je kan daar zien van, hé, daar staan de huisjes. En daar zie je een winkelcentrumpje en het ziekenhuis. Dan heb je wat overzicht. En het ziet er al zeker leuk uit als je hier loopt. Heel apart. Nog een beetje kaal, maar ja, die kraampjes komen er vanzelf wel. Ja. Dan weer, zomaar zit je om te draaien naar me. Oh nee, zomaar hè. Meneer Bats. Ik ben gewoon meneer Bats. Oh, Messi heeft ons gevolgd. Hoe kan dat nou? Hoe kan hij hier komen? Hè? Zo snel. Wow. Holy shit. Messi. Wie zit hier in het kanaal? Messi is ons aan het stalken. Messi. Stalken. Don't Messi. Don't mess with. Ja. Tof. Nou, ik ben wel een beetje Messi. Dennis, is het goed dat ik jou mee help aan je winkelcentrum, de DC Supermarkt? Ja, natuurlijk. Wat is dat? Ik ben het kwijt. Tegenover het ziekenhuis. Oh ja. Even kijken hoor, hier kom je binnen. Ik zal eens even kijken. Je kan ook van die glasdeuren maken op zich. Dat je van die schuifdeuren hebt. Ja, zo kan dat ook wel. Ik zit op die slabs en dat was irritant. Oké, mag ik wat torch binnen plaatsen? Want ik zit in shaders mod en dan is het heel donker overal. Dus ik ga eventjes overal van die torches neerzetten. Hebben we even wat overzicht van de ruimte zo. Huppakee. Ik zal even alles afsluiten. Roy, zullen wij het samen inrichten deze? Of Leroy ook? Ja, nee, doe maar. Ja, of met blauw bilet, toch? Ja, met z'n alles. Leuk. Ja, oké, nee, ik vind het prima. Oké, nou, het is een beetje een smallere supermarkt, maar dat kunnen we op zich wel wat doen. Meestal staan er van die schappen. En, ja, maar we gaan met de kassa's doen. Ik denk dat we een in- en uitgang hebben hier. Oh, daar is het. Dat is heel goed. Oh ja, dat is leuk, ja. Dan kan je zo doorlopen naar de uitgang. Ja, want meestal moet er een route komen, hè. Van dat is de ingang, dat is de uitgang, ja. Dan hier zo'n soort hekje, dat ze niet... ja, inderdaad. Naar binnen lopen en dingen stelen. Kassa? Oh, je maakt eerst een... ja, inderdaad. Kijk, hier kunnen we alvast van die... Wil je ook aan de buitenkant doen? Dat er een slager zit en een bakkerijtje aan de buitenkant, zo? Je hebt toch meestal zoiets? Ja, hier een slagerijtje. Ja? Ja, en de broodafdeling en de... Oh ja, dat is ook leuk, joh. Dan kan je hem helemaal door laten gaan, joh. Deze hele hoek, joh. Kan je iets leuks maken. De kaasafdeling. Is dat leuk, zo? Maar is dat dan één afdeling? Ik denk dat we hier al een paar sollicitanten hebben voor slager. Wow. Kijk eens naar al die slagers. Kwart of niet? Ik zou gewoon lekker kwartsblok doen. Kwartsblok? Nee, ik zou... Of dat slap.
De stone slabs. Dat is net een koe. Dan is het deze dus. Oh, sorry. Dit. Ja? Snap het. Staan. Oh ja, er zit een aapje zit erin. Koen Smit. Zo. Koen Smit. Ik kan deze niet dichtmaken. Weg, Messi. Oh, Koen is verdrieten. Schattig. Oké, dit zijn de kassatjes. Oké. En dan kunnen we hier nog wel van die rijen zetten waar je eten kan kopen en zo. Zo van die schappen, weet je wel? Dus. Schappen niks van. Schap je er niks van? Schat, wat worden voor deze hoekjes dan? Worden het ook soort kassatjes? Maar dan bij de slager? Of een soort van toogbank? Nee, ik zou... Ja, om het af te wegen alleen, denk ik. Dan zou ik zo'n weegschaal erbij zetten. Weet je wel waar die drankjes op staan? Ja. Misschien leuk om zo om... even kijken hoor. Zo die rijen te doen, denk ik. En dan... Even kijken hoor. Zoiets. Sowieso wel leuk, toch? Even kijken. Altijd leuk. Altijd leuk. Altijd leuk. Het is wel leuk dat het zo'n groot venster heeft. Ik kan deze wel door laten gaan. Zo. Zo misschien kom je hier, dan. Nog, hier nog een groot vak zo. Is dat leuk zo? Misschien wel absoluut. Leuk, joh. We zouden hier ook nog eentje kunnen doen, denk ik. En die zo aan de buitenkant zo. Want hier zo kom je binnen, dat is zo'n hekje. Ja, en wat gebruiken ze van die stalingen? Dat gebruiken ze van meestal kwarts, toch? Toch, of niet? Wat zei je? Ze gebruiken toch meestal kwarts? Ja. Van die planken erin, toch? Ik weet niet hoe je dat kan doen, van die planken. Ik denk misschien met carpet kan je iets doen. Met slabs, kijk. Of met slabs, ja. Ja, slap makkelijk. Slapper, slapper, slapper. Met stairs. Maar dit kan ook natuurlijk, hè? Wat dan? Oh ja, oh, dan ben je ook gelijk klaar, ja. Hoe doe je dat dan? Zit er een string onder? Nee hoor, gewoon op elkaar leggen. Een andere carpet. Oh, serieus joh. Ja, dat is, op zich ziet het er ook al. Kan je daarop nog eentje leggen? Oh, dan moet je drie plankjes doen, denk ik. Toch? Misschien wel leuk. Oh, dat is wel netjes, joh. Of wat Dennis heeft, inderdaad. Wat Dennis heeft en dan. Is dat nog beter? Ja, dat is nog beter, hè? Ja. Kan allebei wel. Ja, joh. Maar ja, het moet aan elkaar vastzitten, hè? Dus dan zou ik zo'n stellage. Stellage zou ik dan zo... Een hele stellage. Leuk hoor. Of inderdaad zo met die... Misschien liggen we... Want ik weet niet wat je onder die slabs kan natuurlijk niks opleggen. Een paai of zo, dat past er net niet op. Ja, maar je kan hier ook niks leggen. Nee, true. Kan er wel, daar kan je wel hier en daar zijn carpets. Plaats hier nog even. Heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord? Nee. Ken je dat niet van Hans Til, hoor? Nee. Oh, ik zit... Nee. Oh, dit is leuk. Ik zit eens buiten. Nice. Verkopen ze hier ook pannen? En hoeden? Weet ik niet. Anders scheid je er maar gewoon in. Ja. Schijt maar in mijn pannetje. Schijt maar in mijn hoed. Zo gaat hij lekker. Zo gaat hij goed. Hey. Dat moet gewoon het volkslied worden. Eigenlijk wel. Ja, gewoon niks het wil helmus. Niks het wil helmus. Gewoon schijt maar in mijn pannetje. Ja, precies. Duk het wil helmus. Ben ik klaar mee? Tof. Wel apart, joh, die stellages. Ja, die stellages, ja. Hele stellages. Voor de brood op de plank, hè? Ja. Zal ik gewoon drie itemframes doen, of staat dat heel magertjes? Paintings, oh, dat is nog beter. Oh, wat leuk, joh. Ja, maar ik zocht even wat leuke paintings. Nou, dat waren toch leuke paintings? Ja, maar je moet niet bij... Ja, oké, vooruit. Hup, zo. Ja, joh, boeien, niet te moeilijk. Niet te makkelijk. Ziet wel ga je die alle kanten doen, ja? Ik weet niet wat jij wil. Ja, joh, op zich wel leuk, ja.
heel gezellig. Sommige zijn de twee door elkaar. Dan moet je even maar uitkijken dat ze dan niet gaan buggen. Ja, ik heb het hier al. We verkopen hier alleen maar strips, klaar. Ah, veelzijdige supermarkt. Ja, toch? Oh, maar deze is weer anders, deze stellage. Oh ja. Wat ligt hier dan? Waarom mijn hoofd hier? Ja, dat is ook een moord gepleegd hier. Een bezoeker. Oh, zijn er wc'tjes? God, nou ja. Wc'tjes in de supermarkt. Zie je wel, shot eruit die... Kun je kopen. Kun je de wc kopen? Moet ook lichtjes van die glowstone, die kunnen misschien wel daaronder zetten. Lampen. Of daarboven ophangen juist. Moeten van die lampjes ophangen, ja, denk ik, aan de bovenkant. Van die TL dingen. Ja? Van die lange... misschien ja, misschien wel leuk, joh. Zo, gewoon zo. Ja, zo. Gewoon een stuk of vijf achter elkaar. Ja. En dan... hier ook. Moet even goed passend maken. Ja, hier... is dat ja, twee zo. Van elkaar? Zo. Ja, twee. Zo klopt ja. Het, ja. En nog één in het midden, denk ik? Ja. Is dat het midden? Volgens mij... Dat... Ja. Ja. Ja, zo zien we. Oh, precies. Schijt maar in mijn bannetje. Schijt maar in mijn hoed. Zo gaat hij beter en zo gaat hij goed. Sowieso. Ja, toch? Kijk, dat maakt het licht wel weer mooier ook van bovenaf, hè. Dat is wel realistischer. Ook in deze... In midden nog ook van die TL-buis, of niet? Of is het zo ja, goed? Ja, misschien nog wel, hè? Ik denk het wel, hè, ja. Oh, dan moet ik wel even het midden uitzoeken. Ik gok hier ergens. Even kijken, er zijn er 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kut, er zit geen midden in. Dan doe ik die 6, ja? In midden zijn ze 6. Of zo, ja, misschien zo'n behuizing er nog omheen. Ik weet niet of dit er leuk uitziet. Oh ja, oh, dat kan ook nog, ja. Maakt het wel realistisch, ja. Zo. Ja, agressief. Ja, meteen, hè. Oh, we staan ineens in de muur. Wat? Oh, had ik net ook, met de ster had ik dat. Oh, oké, dan doe ik dat vast. Dan zit er aan de buitenkant zit er een ster waarschijnlijk. Ja, dat... ja. Ja, dank u wel. Wij kunnen nog altijd zitten. Zo. Lekker bouwen in de supermarkt. Super. Supermarkt. En hebben we wel een naam voor de supermarkt? DC Supermarkt. Ja, dagelmarkt of zo. De dagelmarkt, ja. Kijk, hij heeft iframes trouwens, hè? Dat we niet al te veel gebruiken. Een hoofd. Lekker slagen is dit. Die ligt al aan het dooien. Daar een hoofd te kopen zit. Ik, ja, iframes moet een beetje mee minderen, Dennis. Nee, maar... We hebben de pas weer over weggehaald. Oh, het is niet thee. Oh, je kan lekker een theetje halen, joh. Ja. Is er ook een koffie? We hebben ook een koffie, toch? Een koffieshop. Nee, we hebben toch een, ook een koffie-icoontje ergens? Eentje? Starbucks. Ja. Die hebben we wel, ja. Oh ja, die is ook leuk, Roy. Oh, je had net de goeie. Ja, dat is meer een vriezer, zeg maar. Dat heb je toch ook altijd. Ja. Ja, maar jij hebt je texture pack niet aan. Oh, dan ik hè, wel. Wat zie je dan staan? Wat zijn dit? IJs. Nee. IJsblokken. Oh, ik heb de nieuwste niet natuurlijk. Ja, dit is nee, niet thee. Jongen. Daarom dacht ik van je gaat een snackbar maken. Dus je had een painting van... snackbar? Nee, gewoon dat je drinken kan halen, theetje kan kopen en maar wat lekkers. Maar wat bij nog ander ijsje? Oh ja, die doet het dan gewoon. Wat is dit dan? Ik kan niet helemaal zien wat het is. Een vriezer. Een vriezer. Oh, daar liggen de ijsjes. Kan je de buttons op doen? Lukt dat? Nee. Nee, misschien wel trapdoors of deuren misschien zelfs. Trapdoors, ja. Eens proberen? Ja, dan heb je nog... Nee. Iron doors misschien beter. Ja, iron doors, ja. Probeer. En dan eentje ja, hoger als het kan. Nee, dat kan natuurlijk niet. Je moet op de grond. Nee, dat misschien... Nee, ze gaan niet op string, hè, denk ik. Nee. Mm. Nee, ik ben er zeker. Zou ik dit kunnen doen als onderkant? Ja, ja. Ik weet niet of daar een deurtje op kan. Nee, er kunnen geen deurtje op. Dan hou je dit. Niets hoger dan. En dan kan je misschien kan dit zo doen. Oh. Is
wel hoog hoor. Ik vind dit wel een beetje niveau van misschien. Mensen. Dan moet je gewoon één blok moet je hem lager maken, eentje. Ja, gewoon een lage vriezer. Ja, moet je gewoon een lage vriezer, ja. Nou, je ziet het haast niet. Maar je kan het niet openen natuurlijk. Nou, mensen die deze video hebben gezien, weten dat dit een vriezer is. Ja, ja dat wel. Dat wel, ja, mensen. Jullie hebben... Ja. Einde. Einde van dit leerzame verhaal over muilen. Over vriezers. Maar wel dicht laten, anders wordt hij, gaat het hier tochten. Je moet het niet hebben. Zo, ik doe gewoon wat paintings doe ik erbij, Dennis. Ja. Ik kan hier natuurlijk echt rode Mickey hoofden krijgen en... Ja. Oh ja. Ja, nee, dat is wel... En de Donald-baan. Ja, half verloren. Ja. En weet je dat die foto die je daar ziet, dat het nog een hele oude is? Want je ziet, als je goed kijkt, zie je de Tower of Terror op de achtergrond. Briljant, jongen. Ja, dat is echt een briljante foto. Oldschool waarde, jongen. Oh, die, ja. Zo. Kassetjes zijn leuk, joh, kijk. Oh ja, ik zit op de kassa. Oh. Ja, joh. Dag meneer, kan ik bij u afrekenen? Waar is jouw afrekenapparaat? Die hoort er ook op te staan. Wilt u afrekenen? Nou, reken er maar niet op. Nee. Doorlopen. En misschien met een... Nou ja, zo'n kassa is misschien wel weer te huge. Ja? Ja? Het zou wel kunnen, ja, hoor. Ja, dat kan wel, ja. Misschien moet je van die carpets als zo'n lopende band... Moet je zo'n zwart gebruiken als een lopende band effect, zie je het? Dat is misschien ook wel vet, ja. Dat is leuk, hè? Ja, aan de achterkant, maar de kassa zit dan... Robby. Nou. Ja. We steken vrouw aan de kassa, die kunnen twee dingen tegelijk, toch? Oh, niet aan de achterkant, nee. Robby, man, maak je het dan ook. Dat doe ik niet. Aapfonds. Schijt maar in mijn pannetje. Oh, leuk dit hier. Karpenstroom. Ook van die diepvrieskisten. Schattig. Ja. Eens kijken. Even kijken, kan je trouwens op, hoe heet dat, wacht even, ik ga één ding proberen, ik weet niet of het kan, als het niet kan, haal ik het weg. Nee, kan je geen carpet opleggen? Jawel, absoluut. Taartjes, weet je. Ja joh, het kan wel, maar dan moet je het eventjes, Nee, je kan alleen taart niet. Ja, of ja. Of een flauwpotjes, popcornjes. Popcorn, ja. Dat is alleen de onderste. Oh! Okay. Je weet hoe je het doet? Oh ja, zo ja. Tof man. Ja, je kan wat objecten leggen toch? Ik zou nog een paar doen. Ja, alleen op de onderste laag dan maar. Ja, dat wel. Maar ja, mensen pakken niet, daar gewoon altijd vanaf. Een redstone. Je kan ook bloed kopen. Bloed kopen? Laat ze dan ook dit kopen. Even kijken hoor. Als het kan. Heads. We kunnen natuurlijk heads van eten zoeken. Appies. Heads van een colaatje. Heads dan van krijg je playheads, hè? Weet je nog? Ja. Kijk. Creatief een meloen? Waarom geen meloen? Sowieso. Ja, Het is geen rode plaats die veel, ja. Ja. Ik heb er een geplaatst meloen. Kijk, shut up, joh. Hij heeft toch een beetje volle dingetjes. Paddo's. Komen mensen hier kijken dan? Kijk, daar zit ook een Plutootje. Zie je dat, Robby? Ja? Pluto? Ja, met een... Shut up. Ja. En wat is hier achter? Oh, de slager. Kijk nou. Fucking droog. Oh, kijk nou. Met zo'n vleesmachine, joh. Kijk nou. Ja. Gaaf, man. En je onderstaat stiekem een taart. Die heeft hij meegejat voor me naar zijn werk. Ja, voor binnen huis. Kijk, als je de supermarkt binnenloopt, even kijken hoor. Het is nog wel een beetje kaal nog. Misschien. Ik koop er niet genoeg, ze gaan failliet zo hoor. Hij moet wel meer verkopen, ja? Nou, kopen bloederige hoofden. Niet echt. Dit zou je ook al kunnen doen als kassen, gewoon een sign. Oh, je kan ook dit doen. Ja, die painting gebruiken van. Kijk, dit. Wacht even. Moet ik hem wel even zoeken. Die zag ik net. Jullie zagen hem al in de video.
Ja, dat duurt even, want ik moet een goede hebben, hè. Wat reclameposterjes voor de winkel. Ja, kan ook. Dan vult ook wat op. Maar ook, die barbecue kan bij de slager eventueel. Ja, oh ja. Kijk, deze. Die is leuk. Oh ja. Dan kan je dus ook eten en zo. En een gouden appel en een taartje zit. Barbecue is 3 breed of 4 vier, oh, vier breed, damn. Oh, het zit, ik heb het kapot gemaakt. Wacht even, ik ga het fixen. Rowie. Rowie, echt. Ja, dit en je kan lopen boeren. Nee. Ik vind het al erg genoeg dat je loopt te boeren alleen op dit channel, maar dan nog in de video's. Ja, dit. Rowie. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze supermarkt. En volgende keer, als je wil weten hoe het er verder uitziet, ik ga gewoon even kijken in Disneycraft. Bedankt voor meedoen, iedereen. Stop meteen zijn aflevering. Doei, doei. Stop gelijk aflevering. Ja. Wat is die Rowie? Kut Rowie. Shit.